Jolanda Dals, woordvoerder brandweer en politie Limburg-Zuid. We staan hier op dit moment in de kerkraad. Kunt u me vertellen wat hier gaande is? Nou, hier is rond 6:15 is hier een gaslucht geroken. Een brandweercollega die kwam hier toevallig langs. Die heeft die lucht geroken. Die heeft de meldkamer van de brandweer gebeld. Die hebben een auto gestuurd. Die hebben metingen verricht. En toen is inderdaad geconstateerd dat er hier naar alle waarschijnlijkheid een gaslek was. Ja, er is een gaslek geconstateerd. Ik hoorde ook dat er iets in de riolering zou zijn. Wat is daar geconstateerd? Nou, de gaslucht kwam uit de riolering. Beneden de grond lopen natuurlijk allerlei leidingen. En een van die gasleidingen die daar lopen, die is stuk. Er is een gaslek geconstateerd. Wat is er met de omwonenden op dit moment gebeurd? Nou, in een aantal woningen is die gaslucht ook geroken. Ook die metingen wezen dat uit. En die bewoners zijn geëvacueerd en die zijn opgevangen in een horecagelegenheid iets verder in de buurt hier. En om hoeveel woningen gaat het? Het gaat om 30 woningen. 30 woningen. De gezinnen of... aantal bewoners zijn dat ongeveer? Nou, dat is moeilijk in te schatten, maar goed, zo'n 30 woningen ervan uitgaande dat 2 of 4 gemiddeld in een woning verblijven, dus nou kun je het zelf uitrekenen. En de leeftijden? Nee, is niks van bekend. Gemixt gezelschap. Ja, de brandweer is op dit moment druk bezig. Nexus zie ik ook aan het werk. Kan je me daar iets over vertellen? Ja, nou, Nexus is druk bezig om het lek op te sporen. Het is op dit moment nog niet gevonden. Het is ook niet bekend hoe lang dat het nog gaat duren eerst het vinden. En afhankelijk daarvan is het ook nog maar de vraag of de bewoners vanavond nog terug kunnen naar hun woningen. Of dat ze elders onderdak aangeboden gaan krijgen. Ja, meer heb ik even net. Kunt u iets vertellen over de ingezette manschappen, wat hier zoal rondloopt? Nou, de hulpdiensten zijn hier ongeveer met tussen de 15 en 20 personen bezig. En dan moet je denken aan politie, brandweer, Nexus en GOR en gemeente natuurlijk. Ik zag ook dat er een ambulance was opgeroepen. Zijn er mensen gewond? Nee, er zijn geen gewonden gevallen, maar uit voorzorg wordt u natuurlijk ook altijd ingeseind.